Elke aflevering kijken we naar een bijzonder beroep. Dus ook deze maand doen we dat weer. En we kijken naar iemand met een verantwoordelijke job, zoals ze eigenlijk allemaal hebben. Deze man gaat elke dag de boor in. Maar waarom en wat doet hij daar? Ik ben Dennis André, ik ben voorman boorploeg. En wij sturen zeg maar met 14 mensen de machine aan. Dennis is onderweg naar zijn team dat verder uit uitsluitend Duitsers bestaat. Hoe is dat? In het begin had ik er wel wat moeite mee. Maar je leert op een gegeven moment een heel andere mentaliteit als Nederlanders. Een hele harde werkmentaliteit. Er is niks mis mee. En hoe is het met jou Duits? Heel veel vakjargon natuurlijk ook. En, ja, nu is dat, wat ik al 10 jaar doe, is het gewoon wat makkelijker. En spreek je nou gewoon vloeiend. En vat het nog eens samen. Hoe is het samenwerken met je Duitse collega's? Toll und super. Wat doe je eigenlijk precies? Ik zorg dat iedereen de spullen heeft en gewoon de werk kan doen. En dat alles op tijd bezorgd wordt op de machine. Dat de boormachine gewoon niet kapot gaat en dat het gewoon goed werkt. Dat is belangrijk. Wat is het mooiste aan je werk? Doorbraak, dat vind ik het mooiste. Als de machine uit de grond komt en je bouwt de laatste ring en je ziet de machine eruit komen. Dat is het mooiste. Dan weet je dat het gelukt is. Ja, dat is het leukste. Wat is de belangrijkste eigenschap die je moet bezitten om een goede voorman te zijn? Je moet geen van 9 tot 5 mentaliteit hebben. Nee, dat klopt. Het is van 's morgens 7 tot 's avonds 7. Wij werken van dagdienst, 8 dagen dagdienst. 6 dagen vrij, 8 dagen nachtdienst. Vertel eens iets over je carrière. Nou, ik ben begonnen als lasser even kijken wanneer, dat is alweer 1 jaar of 10 geleden, ben ik toen op zo'n boormachine terechtgekomen. Ja. En toen mocht ik voor de eerste keer op zo'n boormachine meehelpen en dat was leuk. Toen was ik eigenlijk verkocht. Dan nog even een korte test. Zeg eens in het Duits, waarin verschillen Duitsers van Nederlanders? Fleißige, wie sagen muss. Fleißige wie Holländers en arbeidsmentaliteit is besser. En heeft dat effect op jouw mentaliteit? Ik arbeid ook veel meer als normaal, ja. Is besser. Daar kunnen we dus nog wel iets van leren. Ja.